Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zondag 4 november van Weerplaza. Vandaag profiteren we nog van een hoge drukgebied boven het noorden van Duitsland. Bij ons is de stroming vanuit het zuiden. Het is op veel plaatsen vrij zonnig. Alleen in het westen drijven wat hoge sluierwolken over. En in het oosten, mogelijk later in de ochtend, wat lage bewolking. De temperatuur stijgt naar 5 graden in het noorden, tot zo'n 6 of 7 in het zuiden van het land. En vanmiddag komt er nog wat bij, met wat zonneschijn. 11 graden wordt het in het noorden tot zo'n 14 in Limburg. En op veel plaatsen blijft het de hele dag vrij zonnig. Alleen langs de oostgrens en in het westen dus wat meer bewolking. Morgen wordt het anders, want we krijgen vochtigere lucht. En vanavond en vannacht kunnen er mist en lage wolken ontstaan. Zodat morgenochtend, vooral in het noorden van het land, de dag op veel plaatsen grijs en mistig van start gaat. Verder breekt toch in de middag de zon op veel plaatsen door en wordt het met 10 graden in het noorden tot zo'n 15 graden in het zuiden van het land een zachte novemberdag. En ook morgen staat er niet al te veel wind vanuit het oosten. Ook dinsdag is het nog tamelijk rustig. In de vroege ochtend is kans op lage bewolking en mist. Maar als de zon smiddags erbij komt, wordt het vrij zacht met 15 graden in Groningen... Tot maar liefst 19 in Maastricht. En dat is super zacht voor deze fase van november. Op woensdag is er een mix van zon en wolken. En dan wordt het 14 tot 16 graden. Dan trekt de wind aan vanuit het zuiden. Er komt een matige wind te staan, windkracht 4 tot 5. Vanaf donderdag wordt het wisselvalliger. In de ochtend is het bewolkt en soms ook nat. Smiddags is het vaker droog en dan wordt het 13 graden, maar dat is nog steeds vrij zacht voor de tijd van het jaar, want normaal behoort het in de middag 11 graden te zijn. Ik ben Diana Boeij van Weerplaza.